112, wat is uw noodgeval? Nou, nog niks. Maar opa gaat twisten spelen, dus over 5 minuten heb ik een ambulance nodig. Goedemorgen, deze donderdag. Het is al bijna 10 uur en ik heb nog bijna niks gedaan, want ik kom echt niet op gang vandaag. Ik heb wel Sarah naar school gebracht en boodschappen gedaan en ik kom daarna gewoon niet vooruit. Ik moet wel even gaan stofzuigen, want opa komt vanmiddag en dat heb ik al wel eens eerder verteld. Opa is best wel allergisch voor katten en ik heb hier natuurlijk een kleine mimer rondlopen. En als ik dan nu in de ochtend goed stofzuig, dan haal ik zoveel mogelijk daarvan weg. En dan kan, als er wat door de lucht dwaalt, dat even indalen. En dan heeft de opa er minst last van. En gelijk even de kamer opruimen, want ik vind het echt een troep. In ieder geval, er staan er weer dingetjes. Ik kan daar niet tegen. Ik moet gewoon weg. Het moet gewoon netjes zijn. Ik heb ondertussen ook nog een pakketje binnengekregen. Niet iets heel spannends, maar wel iets wat ik nooit wilde kopen. Maar waarvan ik nu heb besloten dat ik het toch nodig heb in mijn leven. Hele grote doos. Heel veel papier. Ik heb een weegschaal gekocht. Die hadden we nooit. Nou, ik ben nu met die app bezig. Wel een analoge, dat is veel beter. Bij mij zijn gewoon zo de batterijen op, want dan gaat Sarah er weer op staan. Dus. Nou, het staat nu al niet op zo'n goede gewicht. Dus even kijken of we dat goed krijgen. Maar dit is hem. Maar je ziet dus, hij begint al op 5 kilo ongeveer. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus kijken als ik op ga staan of hij het dan beter doet. Eens kijken. Nou, zoveel heb ik nog nooit gewogen. Dus hij geeft wel heel hoog aan. Dat is echt kak. Oh, ik heb hier een wieltje gevonden. Dus ik kan hem gewoon op gewicht draaien. Ik wilde hem al bijna weer terugsturen. Kijken. Zo, dat is beter. Oh, nou staat hij er weer niet op. Even kijken. Ja, kijken, met kleding aan en gegeten. Ja, ik zit wel een stukje boven mijn normale gewicht, maar dit is dan wel met kleding aan en mijn ontbijt, mijn thee en alles erin. Dus morgen ga ik het voor echt doen. Ik heb dit kleine meisje weer opgehaald en die was heel vrolijk en ik druk op het knopje en die vindt dit heel grappig. We gaan zo naar huis. Dan even eten, ja, en dan komt opa gezellig langs. Opa snaat. Opa snaat. Grappen maken. Nee, die was echt waar hoor. Oh. Oké, ik zal het even klappen. En opa is te gezellig. En we gaan een spelletje spelen. Ja, opa is helemaal in de ban van het spel, want hij gaat voor het eerst eens lekker. Wat er allemaal op staat. Ja, dat zijn de opdrachten. Ik zal het je zo helemaal uitleggen, opa. Ik ga ondertussen nog even wat lekkers op tafel zetten. Hier beginnen we en dan hebben we allemaal, kijk, spin. Dan, hier mag je nog een keer zo draaien. Kijk, je hebt hier. Hey Sarah, 2 seconden. Je mag het zo hier uitleggen. Deze. Opa, wat wil jij drinken? Heb je een vriesdrankje? Ja. En dan als je op de 7 staat. Sarah, de bakseltjes van gisteren op tafel. Hier. Welke ga je openen? De bakseltjes. Hierin. Ja, je hebt het toch nog helemaal uit. Ik moet niet schudden, want dan horen wij ook dat er nog heel veel in zitten. En die. Oh. Ze zijn allemaal bij elkaar in het vakje gaan. Oh. Oeh, dadelijk zien we ze. Ik ga. Oh. Ik ben slim.
Ja, dan heb je dubbel kansen. Dat is best slim, want dan kan je ook eventueel nog voor roze gaan. Dat is slim. Als er geen geel in zit, vind ik dat heel verstandig. Dat is slim. Ja, daar heb ik weer twee roze. Drie. Ja. 1, 2, 3. Unbox me. Nee, waar stond je op? Hier. 1, 2. Zeg ik rol 3. Nou, dit is 1, 2, 3. Ik heb een roze. Oh. Roze ik weer? Ja, opa is. Ja. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa heeft surprise! Wat is surprise? Dan mag je kiezen, ruilen of één open maken. Oh, dan maak dat ik wel één open. Dat moet je juist niet doen. Ja. Ja, als je schudt, horen wij ook of er nog wat in zit of niet. Want er zijn al ballen die leeg zijn. Nou, hoeft niet, als je heel stiekem doet. Krijg je hem opa of moet ik hem voor jou openmaken, opa? Opa, kijk of ze groen heeft. Ik zag dat er eentje in mijn lievelingskleur erin was. Dat is toch dezelfde kleur? Ja. Ja, en dan hoort bij kleding, dus bij 5. Oeh, opa heeft er ook al 4 van één kleur, hè? Wat heb je? 5. Mix me. Mix me. Nou, mix de ballen maar. Dacht ik eindelijk te weten waar mijn laatste zat. Oh, en dan zit ik ook echt mijn scherm te kijken en dan volg ik het niet. Dus ik heb ook geen idee meer nu. Huh? Neem je hem in de maling? Oh, dat is jammer. Ja, dat is een megamix. Nou, ik weet het echt niet meer. Wie het nou nog weet, die mag het zeggen, hè? Ik weet het niet. Nee, zelf. Wie het nou nog weet, die mag het zeggen. Ja, en het leuke is, nou weten we ook niet meer waar de lege ballen nog liggen. Nou, laat ik het maar eens proberen dan. Nou ben je klaar. Ik vind het ook zo leuk, maar jij pakt een bal en je doet zo. En dan zet je hem terug. Als je klaar bent, dan ben je klaar. Nou, jullie weten niet toch. Nee, nou ben je klaar. Het zijn gewoon geklutste eieren nu. Nou, wie is er nou? Je moet wel lachen wat ik dacht dat je zei, hoor. Ik dacht dat opa zei, take me. Neem me. Gekke praatjes voor opa. Tippie. En Sarah die heeft, je moet 7 van dezelfde. En die heeft 4 gele en 2 roze. Opa heeft 5 groene en een roze. En ik heb 6 paarse, een groene en een roze. Dus het is nog spannend. Oeh, en wat heeft opa? Oh, opa heeft ook een gele. En die wil jij natuurlijk graag, die gele. Hé. Hey. Als ik de paarse heb ik gewonnen. Zou die erin zitten? Sorry jongens. Ja. Ja. Nou. Oh, jij mijn lievelings. Ja. Wij hebben verloren, Sarah. Ja, ik heb ze alle 7. Ja. Tijd voor een nieuw spelletje. Opa begint gelijk goed, want hij rolt 6 en hij mag naar 20. Nu jij. Nee. Niet zo raar gooien. Oh. 6! 6, nou net als opa dan. 1, 2, 3. 4, 5, 6. En dan mag je gelijk de ladder op naar dat hokje. Nou. En als mama nou 1 gooit en dadelijk... Als ik 1, ja, dan mag ik gelijk naar 27 hier. En anders... 4. Dus ik sta gewoon op 4. Nou, dan ben je. Je hebt de slang, hè? Luister eens. Ja, maar de slang ga je van 8 naar beneden hier. Met de slang ga je naar beneden, dus je kan niet verder beneden. Kijk, je moet niet zo hard gooien. Je moet zo een rolletje maken. Ja, maar zo. Ik heb groen, hè? Ja, 1, 2, 3, 4. Moet ik nou weer terug? Nee, want dat is de ladder omhoog. Oh, en met slang ga je naar beneden. Ja. Kijk of je goed kan rollen. Nou, Sarah. Rol. Beter. 4. 4. Nou. Ik ben bij opa staan. Je gooit weer hetzelfde als opa. Zo. Kijk, opa, ik heb een leuk spel voor jou. Wat is dat? Twister. Oh, dat zou ik zo willen zien. Zie je opa al Twister spelen? Daarom, dit zou echt te leuk zijn. 1-1-2, wat is je noodgeval? Nou,
nog niks. Maar opa gaat twisten spelen, dus over 5 minuten heb ik een ambulance nodig. Dat is niet leuk, hè? Heerlijk leuk. Yo, dat gezicht. Oh, je laat spontaan alles vallen. Kijk nou toch eens. Opa is naar huis en Marcus voor thuis. Dus toen had ik het hele leuke, goede idee om lekker in bad te gaan. Wordt gewoon mijn pad gekaapt. Deze kleine dondersteen, die is erbij gekropen in mijn bad. Hé. Hey. Ja? Monster. Dus nu ligt mijn hele bad vol speelgoed. Oh. Gaan we samen vlogs kijken. Ja, maar het is wel heel heet. Ja, je zit net naast de kraan waar het water erin gaat. Hier is het minder warm. Ik ben er trouwens achtergekomen dat de laatste tijd heel vaak vlogs niet zichtbaar zijn die uitkomen. Dus zelfs als je geabonneerd bent, zie je hem niet in je abonneelijst of wat dan ook staan. Terwijl die vlogs dus wel gewoon geüpload zijn en gewoon erop staan. Waarom dat is, weet ik niet. Ik heb ook een bericht naar YouTube gestuurd, omdat ik dat gewoon heel raar vind. Dan ben je geabonneerd en dan zie je nog niet dat die video online komt. Maar mocht je dus denken dat er niks is, nou, ze staan er dus wel degelijk op. Als je naar mijn kanaal gaat, dan zie je ze ook gewoon. Alleen ze komen gewoon niet in de abonneelijst langs. Het schoolritme zit er zo nog niet in. Elke keer als ik denk, ik ga naar bed, denk ik, oh nee, ik moet de bekerbakje klaarmaken. Ik moet er echt gewoon weer aan wennen. We zijn alweer een week onderweg. Maar goed, ik denk dat het wel gaat. Ja, gaat goed hier. Ze heeft echt te veel bekers en bakjes. Dan krijgt ze elke keer weer. En dan is dat natuurlijk helemaal geweldig. En dan mag ik niet wegdoen. Steeds meer. En kapot gaan doen die plastic dingen ook nooit. Dus, wat gaan we doen? Pauze. Morgen maar eens proberen om heel de dag mijn telefoon op mijn lijf te dragen. Want misschien dat ik dan op de teller de 10.000 stappen haal. Ik heb namelijk zo'n sterk vermoeden dat ik ze wel degelijk loop. Maar ja, als ik mijn telefoon lig op te laden of vergeet hem te pakken of al die dingen, dan telt hij ze niet. En nu ben ik ook nog aan het lopen. Waar blijven jullie stappen? Ik zet jullie. Hallo? Oh, toch wel. Nou, in ieder geval toch over de helft. En dan maar lopend de dag afsluiten. Want hij telt nog 2 minuten stappen voor vandaag. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Dan kan je dat hieronder even doen. Even de rode knop. Er zit ook een belletje. Als je nooit iets wil missen, klik daar dan op. Duimpjes worden gewaardeerd. En dan zeg ik tot morgen. Doei doei!